wat verwacht je van het weer? Het wordt vanavond echt stormweer, dus ik heb de boel goed vastgezet. Maar we zijn er niet echt positief over. Het wordt eng vanavond. Okay, en deze grijpmachine is van u? Ja. Hebben jullie iets speciaals eraan gedaan voor het weer? Ja, ik heb de frontstukken zoals je ziet, die heb ik vastgezet met spanbanden. En de kasten staan nou ingeschoven. En als het zo doorgaat, heb ik gehoord dat Winterland dicht gaat. Maar ja, we moeten het nog eventjes aan zien hoe het gaat lopen. Van het weer? Vreselijk op dit moment, echt vreselijk. Kan niet wachten tot het sneeuwt. En verwacht je dat het nog erger gaat worden vanavond? Of denk je dat dit wel bijna het ergste is? Nee, ik denk wel dat het erger gaat worden vanavond. En ja, gewoon goed binnen blijven, warm houden, ramen, deuren dicht en luisteren naar het nieuws. Wat vind je van het weer van vandaag? Ja, het is bijzonder koud vandaag. En ze geven heel erg zware stormen op. Heb je hiervoor, hiervoor voorbereid op? Nee, niet echt. Ik ben gewoon aangekleed zoals altijd. Ook niet extra dik of wat dan ook? Ja, ik heb mijn winterjas vandaag uit de kast getrokken. Het wordt toch wel winter, dus ja, daarvoor. Okay. En door de storm, ze geven veel last van de zware windstoot op. Ga je vanavond eerder naar huis, van bijvoorbeeld je werk of wat dan ook? Nee, ik werk diep in de avond, dus ja, dat hoort hem niet. En zijn daar ook geen maatregelen op getroffen? Nee, ik moet gewoon mijn werk blijven doen zoals het is. Wat vindt u van het weer van vandaag? Nou, het is behoorlijk winderig. Ja. Dat klopt, ja. En heeft u maatregelen genomen voor vandaag? Nee, ik heb geen maatregelen genomen voor vandaag. Het is een dag waarop het hard gaat waaien. We hebben geen spullen meer in de tuin staan die kunnen wegwaaien. Dus maatregelen zijn niet nodig. Oké, dat is heel goed. En verder gaat u misschien eerder vertrekken van huis naar huis toe? Omdat het toch slechter weer wordt? Nou, het is vandaag Sinterklaas. Daarom ga ik vandaag ook iets eerder naar huis. Maar ik heb zo dadelijk nog wel even een overleg in Vlaardingen. Met mijn collega's uit Vlaardingen, Emma Sluis. En we hopen allemaal weer veilig thuis te komen vandaag.